Mijn naam is Rick en in deze video laat ik jullie zien hoe je de cleaning uitvoert op een RS Transfer Pro. Dit doen we als volgt. We drukken op het knopje Clean. Voor een andere cleaning modus drukken we op Menu. We drukken met het pijltje naar beneden tot we het maintenance in beeld zien. Daarna drukken we op Enter. We doen Clean Option, nogmaals Enter. En kunnen bij het type selecteren Weak, Medium of Strong. Wanneer je op Enter drukt, zie je hier staan Strong. We drukken op Menu en dan nogmaals op Clean en hij doet een Strong Cleaning. Heb je een Strong Cleaning uitgevoerd en heb je alle nozzels terug, vergeet dan niet om hem weer terug te zetten op Weak. Lukt dit nou niet of kom je er niet uit, mail dan naar support@negis.nl. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.